dagdag sa hinga. Dagdag sa hinga kini na ulat alaw ni kalino. Oye, ¿sabes cómo fue amor que me cuenta? ¿Sabes dónde fue? ¿Sabes dónde fue? Hoog dorp van achter de tralies vandaag. Ja, goedemiddag. We zijn even op bezoek bij meneer B. We hebben een afspraak met de voorzitter van DNA. Heb ik begrepen. Maar de voorzitter is er nog niet. Als hij er is en hij het zijn geeft, dan mag u naar binnen met 3-4 mensen. Om uw petitie in te dienen. Dan gaan we die mensen uitzien. Ik ben er dan niet bij. Ik had geen afspraak. Die afspraak had ik niet. Maar. Zo gaat dat toe toch? Nee. Het gaat toe dat dit ding er niet meer is. Nee, maar als het er is, dan gaat het zo toe. 3-4 tot 5 mensen mogen naar binnen. Meneer Klaar. Goedendag mevrouw. Goedendag, hoe gaat het met u? Mama, we zijn hier. Mooi. Is het mogelijk dat we allemaal kunnen gaan? We gaan niet vechten. Kijk, we hebben de mensen. We gaan alleen niet in. Kijk, we hebben... Die instructies heb ik niet. We zijn met 1/10 deel van de groep hier vandaag. Die instructies heb ik niet. Ik werk ook onder leden. Vraagt u misschien? Nee. Standaard, oké. Ik hoef niet meer te vragen. Ik moet uitvoeren wat mij is opgedragen. Ja, hoe laat is het? Het is al voor 1:30. Ja, dus we gaan nog even wachten. De feit dat we erop gaan. Ja, een moment binnen staan. Oké. Luister nou. De politie is helemaal zijn fake mensen. Ja, waarom? Jammer niet. Heel jammer. Maar voorbereid. Ja, maar dat is normaal. Dat is normaal, ze doen hun werk. Maar ik bedoel, we zijn een kleine groep. Dan kunnen we niet naar binnen gaan. Niet zo leuk, zeg. Ja. Ja. Ja.
gaat voorlezen, dan gaan we hier zeggen. We hadden toch gerekend dat zij niet mee zou kunnen gaan. Want dit is dus ze gaat zo met de bieden. Jij gaat vinger geven? Zij gaat vinger. Ja, hou het vast, hou het vast. Oké. Wat is het? Kom maar, inspecteur. Inspecteur, ik heb het even nodig alsjeblieft. We draaien in de stad, dat is maar binnenland. Ik wil nog best wel de handen. Je slijt, je slijt. Ja. Die toestemming. Dat is een probleem, meneer Blank. We hadden niet opgerekend dat we beperkt zouden worden in het aantal, want we hebben het zelf stilvertrokken hebben voor de delegatie, die afvaardiging afgesteld. U zegt u dat u beperking heeft dat u maar een 5 mensen kunt doorsturen. Ja. Wij kunnen niet mensen eruit laten vallen die worden afgesproken. En ik stap zelf terug. Omdat we hebben iemand die die petitie moet voorlezen. Dus dat zeg ik u, 5. 5 mensen. Naar binnen gaan we doen voor haar medewerking. Nee, maar 5 mensen mogen naar binnen. De voorzitter gaat ook niet ieder ontvangen. Hij gaat een klein groepje maar ontvangen. Het is standaard, meestal is het 4-5 mensen. Uitleg. 4-5 mensen, ik weet niet waarvoor. Maar wij gaan als hij ontvangt 5 mensen, maar dan gaat die persoon die geoefend heeft op die petitie niet mee kunnen gaan. Wamoro. Moet in de groep van 5 zitten. Nee, maar dat kunnen wij niet. Dus dat geef ik niet aan. We gaan niet verder praten. Ik zeg u wat mijn instructies zijn. Ik kan niet afwijken van mijn instructies. We gaan mijn superieuren niet gaan bellen of één persoon nog. Nee, maar dan zullen wij onderhandelen uitleggen. Hoeveel mensen wilt u binnen hebben? Nou, kijk, in feite hadden we u, als u die groep gezien heeft vanmorgen. Mm-hmm. En aangezien de vreedzame tijd zou zijn, hebben we besloten om. Maar intussen had iemand anders geoefend. De overige leden van de pers hier waren hebben gemerkt dat die mevrouw al geoefend had. Ja. Dan kunnen we niet zo ver gaan dat wij iemand anders in. Anders moet die persoon weer gaan oefenen. Maar als de politieagent een beetje minder geduld met ons heeft, is het een probleem. Want dan gaan we naar binnen zonder dat er iemand is om. Dus we met 6 mensen naar binnen. Wat is de mooie inspecteur? Ik wil met iedereen die er is naar binnen. Oké. Kleine en die persoon die gaat lezen, dus is ook... Inclusief, okay. Maar nu willen we willen meegaan. We willen meegaan en dan zeggen we van oké, okay, kijk, ik zelf ga niet naar binnen. Ik zelf ga niet. Toch? Dus dan vinden we dat er toch wel een beetje redelijkheid moet zijn. Maar als men alleen op basis van macht besluiten neemt, oké, wij niet. Ze willen niet onderhandelen, het is 5 klaar. Ik heb hem ook gezegd dat ik niet onderhandel. Ik wil hem een probleem voorleggen, maar hij heeft geen overal probleem. Dat is geen probleem. Laten we zien, dat is geen akkoord. Meneer Blanker, ik heb goed nieuws voor u. De voorzitter zegt, u mag met uw groep naar binnen. Okay. Zeer wezen, voorzitter. Dank u wel. Mensen, dank u wel. We blijven vooruit. Onder politiebegeleiding. Geen militaire moet in dit geval ook geen zin. Kijk, als de mannen paraatheid voor dingen moeten bijbrengen, oké, moeten we ondersteunen. Geen paraatheid voor dingen en
Doei. Gestructureerde honden. Dus sta maar koud daar, maar ik kom gewoon dat heel goed aan vandaag. Wel opkomen voor jou. Waarom kom je dan niet ondersteunen? Hoe zeg je dat voor iedereen? Ik ben er al. Helemaal. Ja, zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. Maar we hebben tijd. Ik zei u, geduld is een schone zaak. We shall overcome. Meneer Ben, we shall live in peace.
Tralies! 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 Tite, Tamara! Tite, Tamara! Restrego moro para! Forwards ever, backwards never! Forwards ever, backwards never! Een vertegenwoordiging van 5 personen kan door naar binnen om de voorzitter te bereiken en dan gaat de rest achter luisteren. Dus als u mij aangeeft wie met wie u naar binnen gaat, dan kan ik u dan zeggen. Ja, geweldig, geweldig. Alleen maar met een klein probleem. Een heel klein probleem. De voorzitter is ons al belangrijk tegemoet gekomen. Maar we hebben geoefend om de positie voor te lezen. En één speciaal persoon heeft dat gedaan. En wij hadden gedacht dat hij ons hier zou ontvangen, zodat het geen punt was, het aantal geen probleem zou zijn. Dus nu ga ik u vragen, we kunnen niet te veel meer vragen. De persoon die die petitie gaat lezen, die is niet in het team van 5. Oké, okay, is goed, dan mag u met. Mag die persoon ook erbij. Oké. Okay. Okay. Yes. Mensen, applaus. Jawel. Yes. Ik ben niet in die 5. Mm-hmm. Maar dan gaan de 5 mensen die we hebben uitgeselecteerd en de persoon die pas gaat gelezen. Ik geef u nog 2 extra, dan mag u met 7 naar binnen. Nee, God, je bent lief. Wauw. Huh? Zo hoort het. Ja. Dank u zeer. Oké, dan beginnen jullie alvast te gaan, maar ik zullen even kijken wie er zit. Hoe is het met Jolanda? Gaat ze mee? Ja, Jolanda gaat mee. Maar waarom staat ze zo hier? Wat gaat er dan? Martin. En nog eentje mag erbij. Martin. Ja, ze staat erbij. Martin. Martin. Mensen, met een tempo graag. Oh, en met die baby? Ja, geweldig. Die baby telt niet mee, toch? Jij moet 7 toch? Die baby tellen. Nee. 7 mensen. Mensen, we wachten hier. Ja, mensen, oh ja. Power hier, hè? Ja. Ga je hem bellen? Ga jij die petitie checken? Ja. En goed, u mag doorkomen. Yes. Wat gaat de voorzitter? Een beetje meer naar achteren. Een beetje meer naar achteren, want de voorzitter gaat hier staan. Is uw petitie dichtbij? Maar model ja nog niet. Misschien ik, met genoegen voorzitter, maar misschien dat we ook ja. Een dame bij kunnen hebben. Ja, zij kan praten, maar mijn naam is snap. Nee, als je hiernaast staat. Oké. Oké. Yes. Zo. Staat u gaan. Voorzitter, we zijn hier. We bedanken u dat het niet zo moeilijk was om de afspraak met u te maken. We danken u ook voor... de vlotheid waarmee we toch wel zijn doorgekomen. En we hopen dat na het voorlezen van die
aanklacht, dat verzoek, ik weet niet hoe ik het moet noemen, petitie, dat we toch wel een kleine mogelijkheid hebben om het toe te richten tegenover u. Het zijn met of zonder de pers. Wij preferen met, maar als u dat zonder wil, hebben we geen principiële probleem. Maar zoals van iedereen moet voor zichzelf vechten ook. Ja, dank u wel. Okay. Goedemiddag, voorzitter. Deze petitie betreft problemen op staatsonderwijs binnenland. Geachte heer B. De overheid heeft geen enkele garantie kunnen bieden aan leerkrachten die in het binnenland moeten leven en werken. Wanneer deze onderwijzers namelijk weer op moeten, moeten zij ervoor zorgen dat zij voldoende hebben ingeslagen aan voedingsmiddelen en andere noodzakelijke benodigdheden. Het is gebruikelijk dat MINOC zorg draagt voor het vervoer van de benodigdheden van deze leerkrachten naar de verschillende standplaatsen. Daarvoor moeten zij hun vracht hooguit een dag tevoren op een bepaalde locatie afgeven. Afhankelijk van de vlotte en of betaalbare afstand is de bevoorrading voor 1 of 3 maanden. Echter, leerkrachten moeten het geld ook hebben om de inkopen te doen. Dit is nu precies het acute probleem. De doelgroep is met het inkomensniveau van 6 maanden geleden thans niet meer in staat om het persoonlijke minimumpakket te betalen voor hun gezin. De verwachting was gerechtvaardigd dat MINOC hierin zou inkomen, toen zij door de clusterministers en de president hiertoe werden verwezen. Het onderhoud met de directeur van onderwijs heeft plaatsgevonden. Echter, de beloften gecreëerde verwachtingen blijken loze beloften te zijn. Namelijk SRD 5000 en Olikarta. Deze leerkrachten merken nu op dat de uitvoering van de toezeggingen uitblijft. Zij kunnen geen fourage kopen, laat staan opsturen. Wij hebben het dan nog niet over de garantie van huisvesting, veiligheid, een adequate lichtmotor, koelfaciliteit enzovoorts. De vice-president heeft intussen voor een 6-tal leerkrachten al een gebaar gemaakt. Deze mensen zijn al op hun post. Het overgrote deel heeft het echt moeilijk en kan echt geen inkopen doen. De overheid heeft heel diep en onverwacht ingegrepen in hun inkomenspatroon. Voorzitter, op u doen wij het beroep resoluut en effectief in te grijpen en het daarheen te leiden dat de condities aanwezig zijn dat wij naar onze standplaatsen in het binnenland kunnen vertrekken. Nogmaals, dat zijn niet slechts eisen, maar een bittere noodzaak waarvoor de regering een oplossing moet brengen. Anders kunnen wij niet aan onze post. Dank u wel. Oké. Dank u wel. Muskerkje ABO. ABO. Oké. Misschien moeten we het toelichten. Abob. Dat nou hoe dat je. Ja, nee, dus kijk, het is duidelijk. We hadden een vorig gesprek telefonisch gehad. En ik kom van een beurs waar ik toevallig samen met de president was. En toen heb ik het gelijk met hem besproken. En hij gaf aan, een deel is al geholpen, maar een deel nog niet. Dus misschien moeten we dat gedeelte registreren. Om hoeveel mensen het gaat, dan kunnen we gelijk met hem terugkoppelen om het dan op te lossen. Dus ja. Klopt die informatie? Nou, ik. En hoe groot is die groep? Is het, die registratie hebben we hier niet, maar we kunnen afspraak maken over hoe dat in orde komt. Mm-hmm. Maar een deel is al weg? Nou. Nee. Ze hebben leningen gedaan aan hun sieradenbank moeten belenen, omdat ze onder druk werden gezet om weg te gaan. Nou, die kan het echt niet. En hoe groot is die groep die achter is gekomen? Er is een bijlage gedaan met de scholen. Er is een bijlage met de scholen. Ja, de 10 scholen dus. Ja, de 10 scholen. Tot nu toe zijn het deze 10 scholen die hebben aangegeven dat ze niet kunnen vertrekken. Zou dat kunnen specificeren van hoeveel mensen dan koppel ik terug en dan gaan we samen aanpakken. Ja, en wat nou ook nog speelt, ik weet hoe het schema is, want ik had die afspraak niet met u,
Maar nadat ik met u gesproken had, bleek dat met sommige mensen bedreigd worden. Men maakt misbruik van de rechtspositie van die mensen. En ik denk dat, dat met name mensen van het bijzonder onderwijs, dat ze daar bedreigd worden, terwijl die mensen 0 cent hebben. En dat, dat is wel erg. Nee, laten we gewoon samenwerken naar een oplossing. Okay. Over niemand te bedreigen, want daarmee lossen we het probleem niet op. Laten we niet, geen ongemotiveerde mensen sturen naar het binnenland. Laten we samen kijken naar het probleem en naar een oplossing werken. Dus als er... Is er misschien de mogelijkheid om te zeggen dat we de maandag, dinsdag over praten? En dat, want de mensen moeten eigenlijk... Nee, als ze al... Maar als ze niks hebben, kunnen ze niet weggaan, toch? Ja, dat is het punt. Dan kunnen we richt de maandag werken. Ja, okay. Dus als ik die lijst krijg van aantal mensen... Aantal mensen, dan communiceer ik gelijk door met de president. Dan werken we in het weekend door. Zodat die mensen misschien maandag kunnen vertrekken. Uiterlijk dinsdag, toch? Oké. Okay. Want er was mannen aan mannen en man doen niks. Mag ik ook wat zeggen? Alsjeblieft. En hoe zit het dan met die mensen die gedwongen zijn hun inboedels vandaag in te leveren, zodat ze morgen moeten vertrekken? Maar misschien is die groep ready. Ze zijn niet ready. We hebben, hoe moet ik het zeggen, je wordt eigenlijk gedwongen om het te doen. U weet het zelf, die speciale, dus scholen, dat, ja, bijzonder onderwijs. Je wordt dan gedwongen dat je nomo je spullen moet gaan inleveren, zodat je moet vertrekken. Anders ga je dat dan zelfs op eigen kosten doen. Al heb ik nu een zakkenreis, een 25 kilo reis, wat about mijn kinderen? Hoe lang ga ik dat 3 tot 4 maanden lang kunnen gebruiken? Dan wil ik niet praten over veiligheid. Misschien heeft u het gehoord dat een leerkracht slachtoffer geworden is van een schietincident op Ampomatapu en ik sta vandaag hier. Het is niet de eerste keer dat ik ben geweest, u weet, ik was er al met dat van die woningen toen ze in brand waren gestoken en ik sta vandaag hier met een schotwond. Het is al 2 maanden, gisteren was het precies 2 maanden en nog steeds geen officiële bericht van mijn geval. Vanuit Minhof. En niemand die naar je omkijkt, niets of wat. Hoe vertrek je? En we hebben nog steeds geen generator. Want dat heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag een schot heb opgelopen. Hoe willen ze ons dan terugsturen met diezelfde generator die we al bijna een jaar hebben en nooit werkt? 1-2 keren per week, 1 week per maand. Hoe vertrekken we? Wat ik wilde vragen, kunt u het niet stopzetten dat die mensen die vandaag inboedel zijn gaan inleveren om morgen niet te vertrekken? Je kan niet vertrekken als je geen lichtmotor hebt. Hoe sla ik dan mijn vleeswaren op? Ik kan toch niet de hele dag ook zoutvis of zoutvlees eten? Je wilt toch ook vers eten? Hoe ga ik dan daar overnachten? Moet ik dan weer elke keer bij de Chinees en wanneer er weer een roofoverval is, wordt weer een andere leerkracht slachtoffer? Misschien sta ik nog hier. Ik ben niet overleden, maar misschien mijn collega wel, want je moet elke dag dan naar de winkel gaan om op te laden. Oké, maar laten we kijken wat we moeten oplossen. Ja? Want het probleem, mensen moeten vertrekken. Ze zijn niet in staat om voorraad te kopen om te vertrekken. Dus daarna gaan we kijken nu. En de andere zaken, misschien moeten we meer tijd. Ik denk dat we inderdaad, ik weet niet hoe, als ik een voorstel mag doen, misschien dat we morgen kunnen zitten met mensen die, zijn mensen van het ministerie en de mensen van financiën. Want een van de andere dingen die niet gezegd is, is dat Minhof zijn financiële verplichtingen naar de huisverhuurders toen niet gedaan heeft. Mm-hmm. Waardoor die huisverhuurder zegt van voorlopig ga je niet in het huis komen, dus je gaat aankomen op dat punt. En dan kan je niet naar binnen. Je gaat niet naar binnen. Oké, okay, dat is weer een ander probleem. Ik denk dat we de basis, ik ben met u eens dat die detaildingen dat je daar kan uitstellen. Ja. Maar die basisdingen dat we daar goede afspraak voor moeten hebben. En als één persoon maar achterblijft, dan heeft hij niet die ondersteuning van de rest. Mm-hmm. Dus zegt u, als u zegt morgen of als u zegt maandag, alvast dat we nu zeggen. Als ik die lijst heb, ja? Dan ga ik terugkoppelen met de president. Ja? Dan ga ik ook ervoor zorgen dat er een gesprek komt met Minhof.
Ja, maar dan houden we gewoon die korte lijn. Ja, want dat gesprek was er al, maar de directeur had, en dat is het gemene, hè, neemt u me niet kwalijk. Ik ben in het huis van het volk, maar niet iedereen is diplomatisch opgeleid. Toch? Maar het gemene is, het venijnen is, dat de president met hun afspraken maakt. Ze stuurt naar de cluster. Cluster stuurt ze naar Minhof. Maar ze geven geen gereedschap aan Minhof om te werken. Dus we zullen inderdaad die gebieden aan u geven, maar dan moet dat onderhoud komen voor het gesprek van 1 uur aan 11 uur, waarbij we spreken met koppen slaan. Okay. In ieder geval, mijn afspraak is die lijst gelijk doorcommuniceren. En dat andere ga ik dan verder met de president afspreken en dan met u terugkoppelen. Oké. Okay. Ja? Als ik zeg, u bedoelt met de ABO, hè? Ja, met ABO. Ja? Met ABO, ja. Oké. Okay. ABO? Nou, we gaan bellen met elkaar? Of? Ja. Okay. Dus ik wacht op u. Had iemand nog iets te zeggen? Ten aanzien van de leerkrachten die in de stad zijn en die ook naar hun werk moeten. Er is ons 2500 SRD toegezegd. We hadden meer gevraagd, toegezegd, gegeven. We hebben het nog niet gehad, maar eind van de maand kregen we het. Ja, we hebben het gelezen, werkelijk. Maar de scholen zijn reeds begonnen. Maar het is ook hier medegedeeld in het parlement, gisteren. Ja, maar het is toch. Weet u wat, hoeveel dingen hier gezegd zijn in het parlement? Maar we kunnen de regering daaraan houden, toch? Dat hopen we. Ja. Dat hopen we. 2500. Ja. En we zouden... Is het dat is gezegd over de prijs? Er komt beleid daarop. We gaan naar kijken. Ja. En we hadden eigenlijk 5000 gevraagd. En we hadden ook die oliekartas gevraagd, die allang beloofde oliekartas. Maar men is ons tegemoet gekomen met 2500 en dat pas eind van de maand. Hoe moeten wij beginnen? We hebben geen geld meer. We hebben geen geld meer. En we moeten beginnen. Anderen zijn op het werk, maar onder druk. Maar dat stuk begrijp ik niet. Onder druk. Er zijn brieven. Als ik uw nummer heb, kan ik ze naar u sturen. U hebt dan werk. Ja, daarom dat u mensen zijn. Mogen niet onder druk werken. Ja? Er moet een goede verstandhouding zijn tussen werkgever en werknemers. Ja? En daarvoor zijn er rechten en plichten die we ons als beide partijen aan moeten houden. En zou we misschien ook kunnen bekijken dat we werkelijk die... Geen 2500, maar 5000 kregen. U weet zelf dus dat... Er is nu een overeenstemming met de vakbonden. Nee, dat deel van de vakbonden, laat me het zo zeggen. Nee, met ons is er niet onderhandeld. Ja, het is een deel met de afspraak dat dit voor 6 maanden geldt. In die 6 maanden gaat men dan verder onderhandelen. Maar het is te weinig toch? Maar het is niet... Zou DNA, vindt DNA het haar taak? Nu wij daar tegen protesteren. Het niet zozeer omdat wij er niet bij waren, maar bij de politiek, hoe je niet hoe het politieke partijen is, maar bij de vakbond, wanneer je een besluit hebt genomen, heb je nog geen besluit. Dat is een voorstel, dat is een concept. Is een, hoe noem je dat? Principe. Is een principeakkoord. En dat moet je dan achterleggen aan je achterban. Degene die beweert dat ze namens ons zou praten, die hebben dat nooit voorgelegd aan de achterban. Oké, ik weet niet hoe dat werkt. Ja, ik ben niet in die positie. Maar ik informeer u. Ja, oké, dus we gaan meenemen. Want ik weet niet hoe vakbonds, hoe jullie te werk gaan, de relatie met de overheid. Dus de consequentie daarvan is dat wij zeggen van, je wil ondermijnen, ga je gang. Mensen nemen dat geld, maar wij verbinden ons aan niets. Maar... Er wordt verder gesproken, heb ik niet met ons. Er wordt niet gesproken met de leden. Er wordt helemaal niet gesproken met de leden. Niet met de bonden. Met de kant, nee, niet met niet ons. Met de bonden. Meneer de voorzitter. U bent, ik zie u als onze vertegenwoordiger. Dat ben ik ook, ja. Oké. Dan beklagen we ons erover dat wij praten met de president. U weet daar alles van. De president maakt afspraken met ons. De president zegt tegen ons dat hij het jammer vindt dat het zo is afgelopen, maar dat hij de zaken nu, dat wij nu regelrecht met hem moeten praten. Dat er geen derde bij moeten komen. Okay.
Maar dat is toch goed? Natuurlijk. Okay. Maar wat gebeurt in de praktijk? In de praktijk, ik ga kort zijn, stuurt hij zijn afgezant, meneer Makandro, naar ons. En meneer Makandro heeft geen enkele informatie. Oké. Hij heeft geen instructie, terwijl hij wel aan de tafel zat ook met de president. Maar hij zei, ik heb geen Engels instructie. Hij is opgestaan en die president van u, die creëert... Nee, laat me niet zeggen. Die president... We gaan naar kijken. Die creëert een probleem. We gaan naar kijken. Ja. Maar alsjeblieft. Ja, we gaan naar kijken. Ja, want ja? We willen gezag blijven hebben in onze gezagdragers. Ja. Oké, okay. Goed. U krijgt dus dat overzicht? Ja. Zo snel als mogelijk, vandaag nog, zodat we in het weekend kunnen doorwerken. Ja. En dan blijven we gewoon met die korte lijnen bezig de zaken aan te pakken. Ja? En ook de leerkrachten die in de stad zijn, die niet op hun werkplek kunnen, vanwege geldgebrek. Ja. We hebben geen geld. We willen, maar we hebben niet. Ik kan geen uitspraak daarover doen. Maar misschien kunt u het meenemen. En een oplossing voor ons creëren. Het is een moeilijke case. Heel moeilijk. Maar ik ga uw wijsheid in deze vragen. Ja, oké. Het laatste wat we u voorhouden is dat wij van de call ABO wel een principe hebben dat wij niet verwachten dat wanneer wij on speaking terms zijn, dat mensen nog aan de hand van de gevoerde acties met rancune te maken krijgen. Dus we gaan op uw beroep doen om daarin te leiden dat niemand die aan de strijd heeft deelgenomen wordt onderworpen aan rancuneuze maatregelen. Prima, ik neem het mee. Dank u wel. Ja? Goed, okay. Dank u wel. Zijn er vlieg! Zijn er vlieg! Ik word op u. Ja, okay. Voorzitter. Je moet altijd luisteren en samen met de mensen kijken hoe we dat probleem kunnen oplossen. Maar zo moeilijk is het niet, als ik naar u luister. Het is moeilijk, want het is niet makkelijk. Ja? Het is een land in crisis. Ja, dus we voelen het allemaal. De anderen meer dan de anderen. En ja, het is niet makkelijk. En we kunnen niet zeggen dat het niet makkelijk is. We weten dat de realiteit is daar. Ja. Ja, de mensen hebben het inderdaad moeilijk. In feite, deze groep die achter is gebleven, want die brain drain van nu is niet makkelijk. Ja? Dus die groep die is achtergebleven, moet ook koesteren. Ja, ik heb vanmorgen een groep van 7 gehad. Ja, ze hebben problemen gelist. Ik heb naar ze geluisterd. Ja, dus, leerkrachten? Hè? Ja, leerkrachten. Ja. Ze hadden gewoon een gesprek aangevraagd. En dan kom je tot de ontdekking dat die mensen het inderdaad heel moeilijk hebben. En als beleidsmaker, de maandag wins in op next, maar tenminste we tangna oesrefi. Ja? En soms kan je mensen daarmee overhalen om toch een ander besluit te nemen. De president wil meewerken wanneer het gaat om de leerkrachten van het binnenland? Hij moet meewerken. Ja? En die afspraak heeft hij met hem? Ja, dus ik wacht nu op de lijst van de mensen. Dan ga ik het doorsturen naar hem. Okay. Ja, dat is de afspraak met hem. Maar de mensen krijgen. Igo, is al open. Is al open. Ik heb niet gezien hoe de dames, heren. Mevrouw Hoog daarop. Zo, hebben jullie bereikt? Het zijn weer alleen maar gesprekken.
De leerlingen, nee, niet de leerlingen, de leerkrachten van het binnenland. De leerkrachten van het binnenland, die mogen nog even blijven. En er wordt mogelijkheden voor ze bekeken maandag. U heeft jullie de andere problemen niet aangehaald? 5000? Ja, ik heb ze aangehaald. Ik heb ze aangehaald, maar er wordt maandag over gesproken. Zouden jullie niet maandag doorgaan met de acties? Ja, we gaan rustig door. We gaan door. We zijn niet tevreden. En we kunnen anyway niet naar het werk, want dat geld hebben we niet. Tevreden met wat jullie hebben bereikt? We zijn on speaking terms. Het wordt een lang weekend voor jullie. Nou, in elk geval is duidelijk dat de voorzitter tijd heeft vrijgemaakt om ons te spreken. Terwijl wij al 4 dagen bezig zijn de president te bereiken. En inderdaad, we gaan werken. Ja, thanks. Oké. Okay. Ja, het is een beetje. Maar ja, ik weet niet.